Daarom neem ik het ook op. Kom ik vroeg mijn bed uit, trek mijn mooiste kleren aan, haal jullie leuk op met een showtje muziek. Ik zeg goedemorgen. Wat krijg ik? Goedemorgen. Goedemorgen! Goedemorgen! Dat wou ik even horen. Weten jullie wie ik ben? Nee. Willen jullie dat weten? Ja. Moeten jullie heel goed luisteren. Want ik heb een ontzettende moeilijke naam. Mijn naam is Johann Sebastian Wolfgang Amadeus Leonard Gustav van Bach tot Mozart en Mahler tot Beethoven. Ja, nu is het start van mijn leven. Ja, naam is Beethoven. Hoe lang doe ik dit nu al? Ja, heel lang. Ik doe dit al heel, ze kennen nog steeds mijn naam niet, hè? Ik snap daar echt helemaal niks van. Ik ken zelf niet. Weet jullie waarom ik hier ben? Ik wil jullie iets vertellen over mijn overgrootopa. Weet jullie wie dat was? Mozart! Ja, dat was Mozart. Heb je heel goed gezien? Weet je wie Mozart was? Ja! Ja, wat was hij dan? Een man, ja, een man. Ik hoorde muziek van. Hij was muzikant. Ja, hij speelde piano, dat klopt. Hij speelde ook viool. Dat hij geboren werd, werd er een nieuw instrument uitgevonden. Die hebben we niet. Maar de nazaat van dat instrument is die geworden. Maar in zijn tijd werd ook de klarinet uitgevonden. En ik heb een foto van meneer Mozart bij. En dan kan je zien dat ik sprekend op mijn overgrootopa lijk. Ja? Kunnen jullie het zien? Ik hoor dat jullie toch wel een aantal mensen die hebben wel eens van Mozart gehoord. Ja. Maar weten jullie waarom Mozart zo beroemd was? Nee. Wat zou jongens dat voor jullie zijn? Weet je, door zijn muziek. Ik hoor hier iemand zeggen door zijn muziek. Ja, dat is hartstikke goed. En hoe kan het nou zijn dat meneer Mozart, en meneer Mozart leeft al, ik geloof, bijna meer dan 250 jaar niet meer. Hoe kan het zijn dat, als hij er al zomaar niet meer is, dat we zijn muziek nog steeds kennen. Hoe kan dat? Zeg het dus. Ja. Jij bent, dat weet jij heel goed. Meneer Mozart was wat ze noemen ook een muzikaal wonderkind. Ja, het feit dat je een muzikaal wonderkind bent, wil nog niet zeggen dat ze 250 jaar later nog steeds zijn muziek spelen. Wat ik eigenlijk wil weten is, hoe kan het nou dat hij heeft meer dan 250 jaar geleden heeft hij muziek geschreven en zelfs nu spelen we nog steeds zijn muziek. Hoe kan dat? Ze hebben het opgeschreven, de muzieknota. En dat is... Nou, hij heeft het zelf opgeschreven. Daarom kennen we hem vooral. Kijk, 250 jaar geleden was er natuurlijk nog geen iPod, was er nog geen pikeur, was er nog geen radio. Dus het enige wat ze konden doen als er muziek was, was het opschrijven en dan meteen naspelen. En iemand die muziek schrijft, noemen we een? Noem je een componist. Hartstikke goed. En meneer Mozart heeft heel veel muziek geschreven. En na al die tijd vinden mensen die muziek nog steeds heel mooi. Wie heeft wel eens muziek van hem gehoord? Ja, vond je het mooi? Hartstikke goed. Heb jij wel eens muziek van hem gehoord? Vond je het mooi? Goed zo. Jij hebt muziek van hem gehoord? Mooi. Hey, en mag ik jullie eens even vragen? Wie van jullie speelt er een muziekinstrument? Ja, wat speel je? Gitaar. Blokfluit? Piano? Gitaar. Gitaar? Gitaar.
Drumstel. Drumstel? Blokfluit. Blokfluit. Ik speel eigenlijk niet, maar mijn broer wel. Ja, nee, dat telt niet. Dat telt niet. Keyboard. Keyboard en piano. Hé, hey, wat mij opvalt is, behalve drie blokfluiten, er speelt niemand een ander blaasinstrument. En weet je hoeveel blaasinstrumenten er dan niet zijn? Ja, er zijn er tientallen. Ik heb er een paar meegenomen. Ja? Ja? Dit is een soort trompet, maar die zit er anders uit. Dat is een bugel, ja. Wat? Zo. Ja, dat is een bugel. Is dat? Ja, dat is een basis. Ja. En dan hebben we daar een ja? Ik denk dat het inderdaad, hartstikke goed. En wat is dit? Tuba! Is dat een tuba? Of is het een telefonium? Nee, het is een tuba! Ja, tuurlijk is het dwars! Oh, nee, het is een tuba! Nee, het is een tuba! Nee, het is een tuba! Nee, het is een deze noem je een horinton, saxofoon.